Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben echt heel moe. Oh, ik zit wel niet bij me zitten, oké. Ik heb dit aan vandaag een beetje gekauwd, maar boeien. Ik heb vandaag een afspraak in Ermelo. Ik kan niet heel veel over zeggen, denk ik. Maar het gaat over een eventuele samenwerking. Ik ben net van een trap afgevallen. Dat deed best wel veel pijn en ik ben echt zo moe. Echt niet normaal. Ik denk dat ik even een banaanje ga proberen te eten trouwens. Anders heb ik echt niet genoeg in mijn maag. Ik heb gewoon heel weinig geslapen ofzo, ik weet niet. Ik heb vandaag die meeting gehad en dat ging goed. Hij staat niet op de goede. Zie je, ik heb dat door als hij niet goed staat. En het ging goed. Ik kan het nog even niet zeggen waarvoor. Dat horen jullie heel snel als het allemaal doorgaat. En toen ben ik vanmiddag in slaap gevallen. En het was wel grappig, want ik viel letterlijk met mijn mond open in slaap. Met mijn handen zo achter me. En Stef die zou sowieso naar me toe komen. En die, ik werd wakker en zag ik hem zo voor me staan van. Huh? Dat is wel grappig. Stef heeft zelf haar kledingkast laten liggen. Hier ligt een broek, een hemdje, een shirt, nog een shirt. Zijn blouseje ligt hier, sokken. Ik kan weer praktisch gaan wonen. Ik ben even mijn kamer weer aan het netjes maken. En kijk, hij is korter gemaakt. Vind ik even wat mooier. En ja, dat is eigenlijk wat ik aan het doen ben. Ik ben bijna alweer klaar, want het was heel makkelijk om eventjes zo boem boem een touch-up te geven. Ik ga zo lekker chillings zetten in mijn joggingbroek. Ik ga er nu even vandoor. Ik heb ze even net gebeld om te vragen of we even nog samen konden gaan sporten. Maar ik nam niet op. Dan kan het niet. Ja, vind ik het ook vind. Dan ga ik lekker Netflixen. Goedenavond. Wij gaan zo meteen. Het is vandaag deze dag. We gaan zo meteen wat drinken met Stefan, Jewelle en Matthijs. Ja, dat is wel super grappig. Moet je wel in houden, hè? Dit is mijn outfit. Heel simpel eigenlijk. Ja, ook wel grappig. Goedemorgen, ik zit met Simba. Wat is jij weer groot geworden, hè? Als ik nu vlog zie van een paar weken terug. Je wordt zo groot. Het is vandaag woensdag. Vandaag is mama jarig. En ik heb gisteren niet zoveel gevlogd. En Stefan heeft nog steeds mijn vlogcamera. Dus het wordt vandaag, waarschijnlijk ook morgen, Stefan kennen wanneer ik hem terugkrijg. Even met mijn telefoon, maar ik wil nog wel voor jullie vloggen. Vandaag ga ik naar Ikea met mama. Dus dat is heel erg leuk, daar heb ik heel veel zin in. Ik wil in ieder geval een paar boxen voor onder in mijn kast waar ik mijn schoenen in kan doen. Of één grote box. En wat heb ik ook weer nog meer? En een paar plantjes. Ja, dus dat was het eigenlijk. Is hij wel rustig. Soms kan hij echt terror zijn. Hij houdt ook van om in die kleine plekjes te liggen. Oh, dit is wel heel schattig. Ja, ik ben dus nu even aan het kijken wat ik alvast wil halen bij Ikea. Dan weet ik dat al een beetje. En dan ga ik zo meteen even klaarmaken. En dan gaan we lekker naar Ikea. Wat ben je aan het doen? Ben je aan het verstoppen? Ik heb me klaargemaakt. En ik heb een bosje bloemen net voor mama gehaald bij de Groenrijk, nee, het heet anders. Het is een bloemenwinkel. Of nou, het is gewoon zo'n tuincentrum. En het stomme was dat mama's werk daarnaast is. Dus ik moest omfietsen, anders dan zou ze me langs zien fietsen. Met bloemen en al. Sprong Simba nou in beeld? Ik heb die rozen gehaald. Ik vind ze super mooi. Simba, af! Deur af! Hé! Hey. Je bent ook echt zo smiecht, hè? Ik weet dat ik wagenziekte heb. Is het trouwens niet even eerst de kopjes checken voordat we iets. Ja. Gaan we eerst even doen en dan gaan we. Bijvoorbeeld, voor hetzelfde geld gaan we de tartiekoortje doen. Wat gaan we. Vind je het een beetje lastig, Stef? Goedemorgen. Oh, wat zit het er? Goedemorgen. Het is vandaag donderdag en Stefan heeft nog steeds mijn vlogcamera. Dus die wil ik even vandaag gaan ophalen. Tenzij ik hem om 7 uur zie. En ik mijn vlogcamera. Waarom ben ik zo bleek? En mijn vlogcamera nog niet zo erg mis dat ik hem nu nodig heb. Ik had dus een DNA-test gedaan. En ik heb mijn uitslag nog steeds niet binnen. Dat vind ik stom. Gisteren heb ik tafels veel gekocht bij de Ikea. Dat ik echt denk, joh. Je hebt het geld er niet voor. Maar niet uit. Ik heb wel een fucking goede
een mooie nieuwe spiegel. Het klonk echt alsof mijn kat ging kotsen. Fucking leuke nieuwe spiegel gekocht. Waar ik goede OOTD foto's in kan maken. Outfit of the day. Nu ben ik een beetje verslaafd aan het kijken naar IKEA video's. En hoe ik mijn kamer best kan inrichten en zo. Ik ga vandaag een kast uitpluizen. Want ik heb de onderste la heb ik al een beetje uitgepluist. En de bovenste twee laadjes moeten nog. En dan kan ik alles daarin verstoppen. Nee, dan kan ik alles daarin opruimen. En ik kan jullie wel meenemen in het proces van opruimen. Vind ik prima om te doen. Ik ga ook vandaag veel water proberen te drinken. Ik heb om 5 uur een Skype call. Het is niet met Skype, maar het is via iets anders een call. Met Tai en Kai. Taylor en Carmen, dat zijn mijn managers. En met nog iemand. Dat is best wel leuk. Als het goed uitpakt. Zeg maar, het is voor iets wat eventueel heel leuk kan zijn. Dan heb ik, even kijken, vrijdagochtend sollicitatie. Dat zet ik nu in mijn agenda. Zaterdag familieverjaardag. Dus, kijk, ik wil best wel wat vloggen bij de familieverjaardag. Alleen niet mijn familie, dus dan zien jullie eigenlijk, kan ik eigenlijk alleen. Maar Twelle en Stefan filmen, mijn ouders vinden het ook niet heel erg om te gaan laten komen. En waarschijnlijk mijn oma's ook niet. Maar daar houdt het ook bij op. Mijn moeder was gisteren dus ook jarig. Daarom vieren we met z'n allen verjaardag. En dan geven we ook gelijk het cadeautje aan de moeder van Stefan. Die komt ook op mijn verjaardag samen met de vader van Stefan en zijn broertje. Want die is de volgende dag jarig. En het is een best een groot cadeau. Dus dan hoeven we dat niet daarheen mee te nemen. Ik merk oprecht heel erg dat ik nu, sinds ik nu niet werk, dat ik heel moody ben. En heel snel alles afreageer. Bijvoorbeeld op Stefan of zo. En dat het eventjes... het is gewoon heel goed voor je om regelmaat te hebben in je leven. Bij deze spiegel hoort eigenlijk dit zo'n opzetdingetje. Tenminste, je mag hem erop zetten. Maar ik vind dat echt heel lelijk. Dan denk ik, ja, sorry, maar ik heb toch geen prinsessenkamer? Ik weet niet waarom ik dat... Ik vind dit zo lekker clean, weet je wel. Ja, sorry dat wil ik even meedelen. Vraag me niet waarom mijn nijptang en zaag dat... Op mijn kamer ligt ook ergens hier een schroevendraaier. Ik ga nu even alles... Stef, laat dat op alles liggen hier. Alles proberen te fixen. Nu ga ik alles maar even... Ik heb echt helemaal geen zin. Alles opruimen. Ja. Ik heb dus 3 van zulke gekocht. En die passen onder mijn bed. En nu ga ik allemaal producten die ik echt niet gebruik. Daarin. Onderweg naar de sportschool. Tenminste, naar Stefan. Ik ga niet sporten, denk ik. En ik heb nog geen lunch gehad, dus ik heb echt fucking veel honger. Ik denk dat ik mijn weekvlog, hoe ik het zeg maar, altijd heb met dat... Dat ik dat ga veranderen. Mijn hele stijl vind ik een beetje kinderachtig geworden.
We just need to fix that. Dus dat ga ik doen. Oh ja, ik heb een nieuwe baan. Voor de komende 2 weken. 6 dagen is het uiteindelijk. Pakken logistiek. Moet ik in een kantine werken. Prima. Ze vroegen of ik het wilde. Ik zei ja. Is goed, leuk. Dus dat. Ik ben nu aan het wachten, want het is bijna 4:30. En ik heb om 5 uur Skype gesprek. Ik heb mijn oorbellen ingedaan. Zo lijk ik meer op een artiest. Misschien neem ik mijn manager dan. Oh ja, goede artiest. Mijn onderkant van mijn grote teen doet pijn. Ik ga veel pijn. En ja, ik ben altijd een beetje zenuwachtig voor zulke gesprekjes. Want het is toch weer in Engels en zo. En het is met een nieuwe meneer. Ik heb het mezelf even comfortabel gemaakt. Kusjes achter me gelegd. En ik check altijd of ik er goed uitzie. Kijk, want als je Skype opent, is het gewoon bam. En dan valt er niks meer te doen aan je gezicht. Dan heeft hij het net al gezien. Dus ik check altijd even op FaceTime via mijn MacBook of ik er goed uitzie. Tijd om naar dansen te gaan. Oh, hij is nog vies. Ben benieuwd. Ik heb net gegeten, dus het past er niet echt meer in ofzo. Tenminste, past er niet in. Ik lul echt weer een bolletje. Yeah. 4, 3, 2, 1, het is van zo. Het is vandaag vrijdag. Ik heb nu eigenlijk, even kijken hoor, over denk ik 10 minuten moet ik gaan fietsen naar mijn sollicitatiegesprek. Dat zet ik later over als het goed is gegaan of als ik ben aangenomen. Dit heb ik aan. Alleen deze broek heb ik dus een tijdje geleden gekocht. Ik weet niet of je het kan zien, maar hij lubbert heel snel uit. Als je hem dan voor het eerst aan hebt, zit hij wel leuk. Ik had hem in een maat kleiner moeten kopen, dus daar baal ik een beetje van. Dus ja, het is niet mijn allermooiste zwarte broek, laat ik het zo zeggen. Ik heb weer een keertje mijn Clarks aan. Die vind ik wel erg leuk. En ik moet nog steeds wennen aan zeg maar mijn korte haar. Nu ik dan outfits van de winter aan ga doen echt. Dit heb ik in de winter heel vaak aan. Het is misschien wat leuker als die echt dat losse zit. Ja, hiervoor moet ik aan wennen. Ik ga even mijn tanden poetsen en dan ga ik zo lekker fietsen, want het is best wel een stukje verderop. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ga vandaag mijn verjaardag vieren met familie. En dit is wat ik aan heb. Ik heb een shirtje aan met glitters en een colletje en een witte broek. Ik ben nog steeds niet helemaal tevreden met deze outfit, maar ja. Hè? Boeien.